Welkom in deze nieuwe video. Mijn naam is Brady. Vandaag wil ik een foto van elkaar laten zien. Er zijn best veel. Ik heb voor kerst heb ik ook allemaal Pokémon kaarten gekregen. Omdat ik 12 ben. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik heb er dus voor mijn gevoel echt te veel. Pokémon kaarten. Ik heb echt veel te veel dubbelen, maar het is niet erg. Oké, nou. Laten we beginnen met deze stapel die hier ligt. Ik zal hem even zien. Even recht leggen, want alles recht ligt ervan. Energies en glimmende, die spaar ik. Tenminste, vooral glimmende die ik spaar. Oh my god, volgens mij is deze nog best wel wat geld waard. Maar ik weet dus niet hoe duur Pokémon kaarten zijn. Ik weet wel dat degene die ik hierin heb zitten geld waard is. Ik heb nog twee grote, die heb ik ook van mijn broertje gekregen. En paar kaarten in dit boek die ik van mijn broertje gekregen en dit boek heb ik van mijn broertje gekregen. Laat ik dan beginnen. Ik begin met deze kaart. Dit is de achterkant die jullie nu zien. 3, 2, 1. Volgens mij zie je het net niet. Als ik deze. Als ik heel even mijn vissenkooi uitzet. Oh nee, het is die. Nou, het is dus een glinsterende Pikachu. En ik weet niet of jullie hem goed konden zien. Maar anders. Zo, dan heb ik die even uitgezet. Deze. Ik begin gewoon met de bovenste van deze. Met deze. Hij heet. Ik ga het niet eens uitspreken. Ja, deze. Wacht, drie. Het is een soort. Ja, monster van slijm. Maar het is een Pokémon. Even nou voor de kleedletje. Zo. Deze. Deze. En deze. Ik heb dus best wel wat glimmende. De glimmende ga ik voor het laatst bewaren. Deze. Deze in ieder geval. Is een trainer. Dat kunnen we ook gewoon luxe toch laten zien. Ik zeg gelijk allemaal. Sorteren van glimmende en al dat soort dingetjes. En bla bla bla. Dat zijn trainers. Oh nee, niet trainers. Dan zijn dit trainers. Dit zijn glimmende, die bewaar ik voor het laatst. Dit is ook een glimmende. En deze. En deze. Die gaat op die stapel. Vuur. Nou, die had ik nog niet. Deze soort van muis. En dan een soort van kung fu beer. Hij heet Kufu. Ik kan die naam niet uitspreken, dus sorry als ik hem verkeerd uitspreek. Ik heb hier nog een trainer. Ik heb hier een energy. Ik denk dat er vooral veel energies en zo voor gaan komen en normale kaarten. Ik heb hier weer een trainer. Ik heb hier
En nog een Pokémon-kaart. Oh, wat zonde. Want de 2017 zit een deuk in. En het is een vuurhand. Dan heb ik hier nog eentje uit 2021. Een soort, ja, sneeuwkanonskogel ding iets. Ik weet het niet precies. Deze. Deze en deze. Twee trainers, namelijk Hop en de andere professor Richard. Nee, dat kan die naam niet uitspreken, deze in ieder geval. En Hop. Eerst even checken of hier geen shinies tussen zitten, zou ik ook gelijk allemaal goed neerleggen. Als er namelijk een shiny tussen zit, dan leg ik hem op de stapel die ik later ga laten zien. Ik zal zeg maar een beetje mijn shinies. Dit is weer Hop. Ik heb volgens mij echt 3 keer Hop of zo. Oké, nou hier zitten in ieder geval geen shinies tussen. Die ga ik ook nog laten zien. Ik ga eerst even checken of dat er nog shinies zitten. Er zitten allemaal begincodes. Die laat ik zo dan ook wel even zien. Mensen die er geïnteresseerd in zijn. Ik weet niet wat je ermee kan, maar eerlijk gezegd. Dat. Dat. Mooi en shiny. Deze. Misschien moet ik even deze stapel gewoon zo pakken. Deze. Weer een shiny. Deze. Ik ga deze stapje ook gewoon even zo pakken. Deze. Shiny. Deze. Ja. Heb ik gevoel dat ik er eentje mis? En in het boek komen waarschijnlijk de shinies als eerst. Dan beginnen we met deze. Deze. Oh, nu gaan ze net zo. Deze. Een soort Angry Bird. Vis. Deze. Deze. Ik ga niet eens naar de naam kijken, trouwens. Deze. Deze. Ook een soort muis. Nee, ook een bus. Allemaal arm hiervan. Ja, ik kan me ook wel nagaan. Hè. Ze hebben best wel veel kaarten. En de laatste. Dat is deze. Nou, dat was dus mijn hele beginstapel. Die codes. Mensen zijn waarschijnlijk geïnteresseerd in die codes. Die codes laat ik zo meteen zien. Voor de duidelijkheid. Deze codes zijn als goed nog niet gebruikt. waarschijnlijk nog niet. Want dit zijn, komen volgens mij uit nieuwe pakjes. Dan hebben we vervolgens een trainer, glimmend. Deze. Wacht even. Hoor. Dat was mijn broertje die een filmpje kwam laten zien. Ik weet, je mag zo meteen het filmpje laten zien. Deze. 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 Als klapper op de vuurpijl.
een van mijn nieuwere kaarten. De 22, bijna deze. Oké. Ik ga nu even een grote kaart doen. Dat is deze. En dat is. Deze. Ga ik het verkeerd uit. Die zijn van gaan van boeken. Als er nog ruimte is. Gaan we nu beginnen in mijn boek. Dit is de eerste bladzijde. Misschien beter zo laten zien. Dit is de eerste bladzijde. Dan hebben we dit. Deze. Dus nieuw. Hier een beetje energies. Nog meer energies. Het zijn een beetje de blauwe. Ze zijn trouwens niet allemaal goed gesorteerd. Zoals je hier ziet, is het ineens dit en dan dat. En dan zometeen zou je het beter zien. Dit is een beetje het stuk wat ik nog een beetje heb gesorteerd. Als jullie zien. Oh, maar dat film ik wel. Oh ja. Deze. Kijk, hier zit er dus een random roze in, zodat het roze pas hier is. Dit. 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 Dit was weer een energy. Dit. Kijk nou wat. Er zitten gewoon nog drie lege bladzijden in. Die ga ik opvullen. En dan heb ik hier nog heel wat shinies. Die. Het zal ons niet eindigen, want ik ga nu even de codes nog even laten zien. Dit is de eerste. En de rest ga ik niet laten zien. Nou, grapje. Nee, ik ga de rest inderdaad niet laten zien. Ik weet niet of ik ze zelf nog nodig heb. Wat kun je er eigenlijk mee? Het staat er op Engels, ik kan geen Engels. Oh, laat maar. Hier is de tweede. En dit is de derde. Volgens mij heb ik ze allemaal op de kop gehouden. Dus succes. Nou, ik heb mijn shinies hier zo liggen. Dus deze weer. Al die. Dus die gaat doe ik nu even allemaal in. Daarna ga ik nog even de bladzijde dus vullen met andere Pokémon kaarten. Want alles moet natuurlijk ook gewoon een keer gevuld worden, hè. Dus ja. Even kijken of ik hier hele mooie tussen zitten. Nog een paar tussen heb zitten die ik echt heel vet vind. Het is gewoon zo'n energy. Die moet je ook in. Het is ook een energy. Het is ook een energy. Het is echt ziek veel. En die heb. Ik heb ooit een verzameling van Pokémon kaartjes gehad. Toen kwam mijn zus. Die wou met mij een Pokémon kaartspel spelen.
En ik deed hem zelf altijd op een andere manier, wie hem op een bepaalde manier gooide. Maar mijn zus zei toen tegen mij, nee, het is die hem het verste weggooit. Maar ik weet dat het tot de dag van vandaag nog steeds niet welke het nou wel is. Maar ik zeg nu ook, en toen ben ik dus maar later de Pokémon-kaart kwijtgeraakt. Terwijl ik eigenlijk helemaal dacht dat ik hem zou winnen. Aangezien ik van een random jongen op straat toen ook zijn Pokémon-kaart heb gewonnen. En die speelde hem ook zo. Dus ja, ik ben nou ook benieuwd wat het wel is. Maar ik heb geen zin om het op te zoeken. Dus, ja, je kunt lekker niet komen. Ik kies niet voor een kinderkanaal te hebben trouwens. Maar het maakt niet uit. Ja, ik weet ook niet wat ik leuk vind van Pokémon kaarten. Ik bedoel meer van ja, het zijn Pokémon kaarten. En ja, als ik ze heel lang bewaar, dat ze meer geld waard worden. Maar ik doe die Pokémon kaarten ook helemaal niet voor het geld, hè. Ik bedoel, kijk, het is vet als je zo'n hele zeldzame kaart hebt, hè. Maar ja, wat heb je er nou eigenlijk aan? Ik bedoel, je verkoopt hem, je hebt geld. En het geld is binnen een week weer uit. Ik bedoel, als je vaste bent, is het natuurlijk nog fijner als je zo'n kaart kunt verkopen. Voor de volle bak. Omdat je dan gewoon de kaart kunt verkopen. Dat je daar lekker je boodschappen kan doen. Maar waarom zou je ze verkopen als je ze gewoon kan houden? Ik bedoel, het is inderdaad vet als je kan zeggen van ja, ik heb ooit zo'n kaart verkocht. Voor 7000 euro bijvoorbeeld. Die Charizard die zo veel waard bleek te zijn. Ja, maar ja. Je zegt het, niemand die je gelooft. Omdat die Charizard dus zo zeldzaam is. Niemand die je gelooft. Tja. Wat dan? Dan denk ik, ja. Come on. Wat wil je ermee bereiken? Maar ja. Ja. Ga ik nu nog even filmen. Wacht, ik kan mijn prijzen laten zien. Oh. Boos schieten. Ik doe dus aan boos schieten. En ik win daar regelmatig wat. Omdat ik doe berboos schieten. En ik doe het niet op te scheppen trouwens, om dit door te laten zien. Ik wil het opscheppen, want ik wil wel gewoon zeggen van ja, iedereen heeft kans om te winnen. Ik bedoel, ik heb aan de Nederlandse kampioenschappen meegedaan. Toen bleek ik de eerste ronde er al uit lag. Dus ja, ik ben ook niet de beste. Ik heb hier eentje, die komt van eerste hier aspirant Berbo. 60 pijlen jeugd. Almere komt hij uit. 11/2022. Dus ergens in de 11/2022 heeft geschoten. En omdat ze deze prijs hadden ze niet. Dus ze waren het vergeten om deze prijs de eerste van Berbo te halen. Dus toen zeiden ze van ja, je hebt wel gewonnen. Maar je... Ja, we hebben hem niet. Dus toen hebben ze opgestuurd naar de club of naar, gewoon naar mijn huis. Nee, die woensdag daarna hadden we weer een wedstrijd. Toen heb ik hem per ongeluk, had ik hem net, toen heb ik hem laten vallen. Dus ja, ik vond die beker niet heel leuk, moet ik vertellen. In de stenen zitten nu ook een paar barsten. En er is... Er zit ook een plasticje een beetje kapot. Dan heb ik hier eentje van de Lowlands. Daar was ik ook eerste plaats. Bij deze was ik ook eerste plaats. Dat is deze. Dan heb ik deze. Hij is zilver, maar het is wel de eerste plaats. Het staat op Lowlands, Arctic Series, Jeugd. De Meijerste, 2022. Eerste prijs, Heren, Berbo, aspirant, 12-13. 12,
Ah, 13 jaar. Ik ben momenteel trouwens 12 jaar. Je eerste prijs, Berbo, heren, onder 12. Ja, maar omdat Berbo schiet, ik ben 12 momenteel. Lowlands, jeugd. Sinds 2022. Dat is deze. Is ook de eerste prijs, maar is ook zilver. Dan heb ik deze. Hier staat, dat was een schijndel. Stinkeindje reden. Ook de eerste prijs. Het staat er alleen niet op, maar het is wel de eerste prijs. Dan heb ik hier mijn medailles. En dan bij deze. Hier ben ik eerste geworden. Dat op de achterkant. Eerste regio. 202 ootje ga weg. Indoor 2022 BB 014 jij. Dat is eerste prijs. B staat precies hetzelfde. Alleen aan 2021. Ga weg, ootje. Dan heb ik deze. Dit is een bronzen. Alleen ik ben hier ook eerste geworden. Alleen dat was tijdens de wedstrijd dat ik deze kreeg. Waar mijn naam op staat. Omdat ze die niet hadden. Heb ik deze ook meegekregen. Dan heb ik nog deze. Dus ik was met deze was ik wel gewoon eerste plaats geworden. Maar dat is een extra die ik gewoon meekreeg. Dan heb ik nog deze. Hier ben ik ook eerste geworden. Ja. Dan heb ik hier deze. Komt van AAV Centaur. Daar schiet ik zelf ook. Ja. Ja. Dus, stond 60 jaar op dat moment. Dus, echt een unieke prijs. Ik ben ook eerste geworden. Tja. Dit was het eigenlijk wel een beetje. Dus ja. Ik ga het allemaal opruimen. Het komt op de grond. Legt en allemaal dit en dat. Zo, jezus. Ja, dan. Dit was het eigenlijk wel. Voor vandaag dan weer. Hè? Niet voor altijd. Dit komt dus binnenkort. Ik weet niet wanneer. Precies. Het kan ook maar zo zijn dat het over een paar maanden pas is. Ik moet nog even overleggen met Chris. Ik vergeet het steeds. Om te doen. Maar die gaat misschien Brady Bear in de schuur heen. Of klussen in de schuur met Brady Bear. Dus. Ik weet nog niet zeker hoe dit gaat heten. Ik ben over alles gaan twijfelen. Like en abonneer op mijn kanaal. Hoe dat? Kun je niet zo meteen je snavels gaan scherpen. Als ik mijn outro. Mijn outro. Ja, als ik mijn outro af heb. Ja, nee. Die doet me lekker zo meteen. Wacht eens even. Tuesday. Dat is donderdag. Douche staat erop, hè. Jij wilt een bad. Dacht ik al. Ja, kom jij weer hierheen. Weer eruit. Uithalen. Nou. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Like en abonneer. Doei doei.